Hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21 gaat over een specifieke samenwerkingsvorm, een contractvorm, namelijk fixed price. Sommige mensen denken dat agile en fixed price eigenlijk niet bij elkaar past. Omdat het een soort oneindige sequentie is van sprints. Dus ja, wat heb je dan en wat krijg je dan? Nou, dat is eigenlijk een enorme misvatting. Want als je het in de kern bekijkt, is agile eigenlijk fixed price, namelijk elke sprint. Elke sprint maak je opnieuw een afspraak waarbij je zegt, nou wat leveren we nou op? Tegen welke inspanning en dus ook tegen welke kosten? Dus je bevriest eigenlijk de kwaliteit via definition of done, de kosten en de tijd. Dus wat dan overblijft, laten we zeggen, als je zegt, ja maar wacht eens even, een sprint is eigenlijk gewoon fixed price. Als we het dan hebben over een fixed price contract of een fixed price samenwerking, is dus eigenlijk alleen maar de vraag, hoeveel sprints hebben we nodig? En daar zit dus de kern. Dus als je snapt dat de essentie van een sprint eigenlijk een fixed price eenheid is, en dat leggen we ook nog goed uit in dit hoofdstuk 21, dan is dus de vraag, hoeveel sprints hebben we nodig om de vraag die gesteld wordt te kunnen beantwoorden? Kijk, en dat is natuurlijk een lastige vraag. Zeker in complexe omgevingen waar je dingen heel veel wel en wat je niet weet. Vandaar dat het soms heel handig kan zijn om te zeggen, nou, we kunnen wel van tevoren helemaal, als we niks weten, proberen zo'n schatting te maken en het te doen. We zouden ook, of op basis van prestaties uit het verleden, maar we zouden ook kunnen zeggen, laten we maar eens een eerste sprint doen. Dus laten we 1 of 2 sprints fixed price verkopen. Daarin heb je al een eerste resultaat, maar dan hebben we ook de data verzameld op basis van wat er nodig is om een enorme goede fixed price te geven op de rest van het traject. Kijk even of het mogelijk is, maar het is wel een goed idee. Dus hè, eerste keus, doe 1 of 2 sprints om erachter te komen van wat is nou de fixed price of wat is de hoeveelheid sprints die we nodig hebben. Lukt dat dan niet, pak dan op basis van het verleden. Het is wel belangrijk dat het niet te veel gaat over output, dat wat je oplevert, maar vooral op wat dat oplevert, op de impact, op de outcome. Dus ondanks het feit dat je gaat werken met een aantal sprints, probeer dan niet daarin af te spreken van welke output het oplevert, maar de outcome. Dan geef je jezelf namelijk de mogelijkheid om met een andere output meer outcome te krijgen. Dus maak vooral de doelstellingen voor een fixed price contract of voor een fixed price samenwerking vooral waardegericht, impactgericht. Wat willen we hiermee bereiken? Want daarmee geef je jezelf de flexibiliteit om in de sprints met minder inspanning meer waarde te leveren. Dan heb je misschien niet wat je van tevoren dacht te krijgen in termen van output, maar je hebt een andere output, maar wel met veel meer waarde. En uiteindelijk is dat waarvoor je het doet. Maar als je zegt van ja, maar we hebben toch een aantal vaste sprints en we willen daar niet en we komen erachter dat we halverwege toch dingen moeten aanpassen, gebruik dan het concept van exchange request. Dus niet een change request, we willen een verandering, een exchange request. Dat is simpelweg hetzelfde als we kunnen er iets bij nemen, maar als er iets bij komt, dan gaat er ook iets af. Dus met andere woorden, de fixed price zit op de capaciteit op de doorlooptijd. En wil je veranderen, dat kan, maar dan moet je het uitwisselen. Dus niet toevoegen, maar als je er iets bij wil zetten, moet er eerst ruimte komen door de dingen af te halen. Nou, ik denk dat dat zo'n beetje wel de essentie is van het hoofdstuk over fixed price. De vraag is natuurlijk altijd dan weer, ja, maar hoeveel werk is het nou? Zelfs als we onze productiviteit, onze velocity al kennen, hoeveel werk is het nou? Nou, een goede manier om dat in te schatten is in een interactieve vorm met punten, relatief. Dat is planning poker en daarover gaat het volgende hoofdstuk.